Hoe gaat het leven er verder uitzien, Lilian, nu de komende tijd? Wat ga je doen? Ja, daar ben ik nog een beetje over aan nadenken. Oh. Het is heel gek als je 7 jaar lang dag en nacht, want dat is het in dit bestaan, volledig aan het knallen bent en dat stopt dan ineens. Ja. Ja, dan moet je even denken van hoe nu verder. Je hebt toch geen... nog heel jong, hè? Het is hartstikke jong. Heel jong, man. Ja. Nou. Ja, toch? Nou ja, kom op, 38. Man. Ja, maar ja, goed, ik bedoel, maar je hebt toch geen richting bedrijfsleven of juist weer de FNV-achtige hoek in? Of, Ja, ik hoop dat ik iets kan doen waar ik van waarde kan zijn. Ja. Nou, aan de andere kant, ja, ik vind zoveel leuk. Ik zei net tegen René, ik vind sport hartstikke leuk. Ik vind, wat jullie doen, vind ik zo, dat soort dingen vind ik superleuk. Ja, maar dan ben je niet meteen van waarde, hè? Nee, daarom. Dat heb ik vanavond ook gezien. Mooi, die zelfrelativering. Ja. Maar het is maar niet... verdient wel goed, toch? Daar klagen wij niet nee, over. Dat dacht ik. Nee, maar hij gaat nu weer 3,5 uur terug naar Gollo. Dus hij werkt er ook hard voor. Kun je nagaan? Nou. Ja. Nou, ja. Ja.